Goed, de volgende kandidaat is Gerben. Gerben Vechter. We zullen zien wat zijn achternaam alle eer aan doet tijdens de oefeningen. Ik denk dat het ondertussen wel de moeite is om al de oefeningen, al de zware beproevingen als een vechter door te staan. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. En ik ben heel benieuwd wat het met ons gaat worden, want ik ben blij dat ik nog eens naast u mag zitten in het daver. Het gevoel is wederzijds. De achtjesloop, de gekende oefening. Bal tussen de benen aan de overkant. Het lijkt gemakkelijk, maar is het absoluut niet. Hebben ze heel veel op geoefend of is het uit het niks? Ik was dit jaar nog niet in de koers, dus ik weet eigenlijk niet waar dat ze staan, waar het er op geoefend is en waar het er nog naartoe moet gegaan worden. Dat laatste kunnen we wel afladen uit deze coronacup, dus dat is een beetje ook tactisch gezien van mij, dat ze zo een beetje overal op getest zijn nu. Hè. Ja, je ziet, hij neemt heel grote stappen. Bal gaat vlot tussen de benen op dit ogenblik. Ah, af en toe een haperingsje. Kan geen kwaad, gebeurt wel eens. Niet te snel willen gaan, altijd op het gemak. Ik weet niet wat uw doelstellingen als coach gaan zijn naar hen toe volgend jaar. Maar ik denk dat het hoogst haalbare mogelijk is. Ja, ik denk op deze leeftijd dat coördinatie heel belangrijk is, balvaardigheid heel belangrijk is. De techniek, daar gaan we nog heel veel moeten bijschaven bij iedereen, denk ik wel. Zelfs bij onze grootste toppertjes. En ik ga ze ook een beetje, zeker naar de A-ploeg toe, een beetje laten leren nadenken over korfbal. Niet van ik loop die lijn omdat het zo getraind is, maar ik loop die lijn omdat dat de beste keuze zou zijn. Voilà, Gerben is klaar. Mooie Vier punten. vier punten. Vier punten, ja. Goed gedaan. De volgende oefening lijkt een zware beproeving voor iedereen te zijn. We zullen zien wat het gaat worden. Inderdaad. Je had het net over het leren nadenken bij de spelers. Hoe ga je dat proberen in te voeren, Jordi? Ik weet dat dat misschien voor jou niet zo gemakkelijk was in Inderdaad, maar nadenken, dat komt ook met de jaren, hè. Absoluut. Inderdaad, maar dat begint natuurlijk bij heel veel communicatie, denk ik dan, op een training. Laat hen de oefeningen vormgeven door zelf in interactie te gaan met de spelers, wat zij misschien de beste keuze vinden en daarop verder inspelen. Absoluut. Ondertussen is Gerben bezig met de bal beklimmen. Moeilijk, maar het kan ook. Als ik één raad mag geven, is het: doet alle oefeningen, maar ook richting korf toe. Dus niet apart doen. Gewoon alle oefeningen die je door doet, maar eindig altijd met de korf met bal. Wat uiteindelijk toch het belangrijkste is in de korfbal. Uiteraard. Ze moeten het leren als ze moe zijn, om toch nog steeds scherp naar de mat te schieten. Dus probeer dat altijd in de training. Dank je wel daarvoor. Zeg, eens een weetje. We hebben alle twee in de nationale ploeg gezeten. Wist jij dat? Nee. Ja, alleen inderdaad, jij bij de Diamonds onder andere. En ik in de U16. Ah. En ja, jij onder de paal en ik voornamelijk op de bank. Maar ja, dat is even vermoeiend eigenlijk, hè? Op de bank zitten of onder de paal staan. Ik denk op de bank zitten heeft ook altijd een functie. Je kan je ploeg aanmoedigen. Je ploeg in slechte tijden, dus dat komt wel in orde. Uiteraard. Oké, de volgende proef. We gaan schieten. Dat is dus eigenlijk de eerste keer paalgericht werken. Ja. Dus zoals je zegt, altijd bij oefening, altijd naar de curve schieten. Zo leren ze op alle fronten. Maar ik vind het heel tof en heel plezant dat je zelf zegt te leren nadenken. Dat gebeurt veel te weinig. Ja. De geautomatiseerde lijnen die er worden ingeperst, moeten gewoon vanzelf komen en niet van de coach. Dus In ik de wens je kern heel moet veel het ook, succes in de dank je wel. In de kern moet het ook allemaal zelf doen, uiteindelijk. Hè. Absoluut. Zeg, en ga ze van de generatie van Bart Peters? Wist je dat? Nee, geen flauw idee. Oeh, je hebt toch altijd in de nationale ploeg gespeeld met de duo Bart Kleiman en David Peters? Ah, zo ja, inderdaad. Bart en David, de twee toppers van formaat. David gaat nog een jaartje bijdoen bij Skeldis. Ga je dan toch nog spelen? Ja, ik heb het hem ook afgeraden, maar hij blijft een korfbalbeest. Inderdaad. De oefening gaat verder ondertussen met de Gerben. Een aantal mooie kansen. Voilà, kijk eens aan, weer al een mooie shot binnen. Altijd leuk om te zien. Gerben Vechter. Vechter is een mooie achternaam. Heb jij een bijnaam gehad? Ja, maar die gaan we beter niet noemen, denk ik. Heb jij een bijnaam gehad? Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien dat ze dat achter mijn rug hebben gezegd. Maar ik denk dat ze dat niet recht in mijn ogen hebben willen Als ik toegeven. moest zeggen wie dat jij nu eigenlijk was, omdat ze niet wisten van wie is nu de daver, dan zei ik van dat is die een beer. En eigenlijk moet ik zeggen, je zit toch wel een beetje een teddybeer, hè? Je Oei, was wel een oei, echte oei. beer. Dat zegt mijn vrouw ook altijd. Dat is altijd Oh. plezant om te horen. Oefening gaat gewoon rustig verder. Gerben wordt een klein beetje moe, je ziet dat ook. Het is toch altijd lastig lopen, lijntjes en dan toch kracht zetten uit je benen en uit de armen om naar de korf te kunnen gooien. Op dit moment doet hem het niet slecht.
Net niet. Net niet. En anderhalve minuut, hè, dus langer dan 1 minuut. Hè. Absoluut, zware beproeving. Je ziet ook dat het een beetje moe is. Dat waren we allemaal, denk ik. En dan de volgende proef, naar het tjoekbalnet. Misschien een gokje wagen, hoeveel meter zou zijn beste worp zijn? Ja, natuurlijk, de andere oefeningen spelen parten. 6 meter. Ik gok op meer. We zullen direct kijken. En dat was al... Ik denk een 6,75. Ja, wow. Voilà, bunkerhoek. Dat was een heel mooie worp. Zou wij meer kunnen? Gerben. Het is al meer dan 6 meter uiteraard. Hè? Ja, nu als ik de eerste worp zag, denk ik inderdaad dat het volgende ook wel verder zal kunnen. We zullen direct eens kijken hoe dat het oplost. Een beetje techniek bijschaven. Stap naar voren, hop. Jawel, 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 jawel. Oeh. Hier, dat is een meter meer. Een meter. Kijk eens aan. Ja, ja. Zou jij dit met een aanloop doen, of niet? Ik denk dat het met een aanloop moeilijker zou worden, omdat je eigenlijk kunt misplaatsen en de bal er volledig over kunt gooien. Ik zou gewoon een grote stap achteruit en dan naar voorwaartse armbeweging en kracht zetten. Oei. Wow. Ik denk dat hij een nulworp is geweest. Maar dankjewel voor de commentaar. Ga jij die een half uur dan wat opstaan? De kegelvoorziening. Ja, ja, ja. Momenteel nog niet in de buurt geweest van de eerste plaats, maar met zo'n oefening kan er altijd verandering in komen. Ik weet, Gerben is heel snel. Hij loopt supergraag. Ik denk dat iedereen wel die eerste plaats wil hebben, maar ik denk dat het plezier dat ze aan deze oefeningen hebben gehad, dat ook voornaamste moet zijn. Oei, bal gaat eraf. Eerstes worden is altijd leuk, maar ik denk dat het de oefeningen voornamelijk nut moeten hebben gehad. Oei, daar lig je in een ballen, Gerben. Daar wel goed bezig, Gerben, come on. Voilà, we gaan door met de oefening. Gerben gaat er nog steeds voor. Oh. De bal gaat eraf. Hij legt hem er wel terug op, dus het punt is nu wel binnen. Een paar seconden verloren, maar dat is nu gehad, hè. Nee, inderdaad. Zeg, en komen hier ook kunstgrasvelden? Ja, 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 ja. Normaal gezien volgende zomer of misschien zelfs tijdens het zaalseizoen gaan ze eraan beginnen. En ik denk toch dat er gesproken werd over 3 pleinen. Dat is een mooie verwezenlijking van de club en van de gemeente, uiteraard. Kunstgrasvelden zijn toch overal in België te vinden. Ik denk dat dat enkel een meerwaarde zal zijn. Ik denk het ook. Ik denk ook dat wij een van de laatste clubs zullen zijn uiteindelijk. Hè? Dat denk ik wel, ja. Maar ja, je krijgt ze, dus dat is het belangrijkste. Voor... Dan gaan ze denk ik ook met de kliniek doen. Dus de internationals die komen ook een kliniek geven aan de jeugd. Of zijn bezig. Dus de penalties nemen. Mooi altijd nawijzen, zoals ze zeggen. Belangrijk. En ga je volgend jaar alleen coach zijn of heb je nog een nieuw coach? Of... Nee, samen met eigenlijk het brein achter deze coronacup, met Kim de Kuster, ga ik werken. En dan komt daar ook nog Glenn de Poter bij, een echte Hoeveniaan, of hoe zeggen ze dat hier? Ja, toch een diehard. Toch mooi dat je met 3 brein in je kan verzorgen, dat is altijd interessanter dan op je eentje. Heb je meer overzicht? Ook altijd nodig als je met 2 ploegen werkt, denk ik. Hè. Absoluut. Absoluut. En jij daarvoor, ben jij nog actief in de korfbal, als speler of als coach? Ik heb voor de coronaperiode was ik speler-coach bij Rivira. Dat ging nog, ik was eigenlijk al 3 of 4 jaar gestopt, maar het begon te kriebelen, dus heb ik ook mijn speler-coach carrière proberen een boost te geven. Dat was heel moeilijk, omdat je ook, ik kan je niet splitsen, dus zowel tijdens de straat als tijdens de training moet je zoveel dingen volhouden. Dus volgend jaar gewoon terug coach bij Rivira Deurne, samen met Nick Janssens, de andere... Van Boekenberg. Ja, inderdaad. Zijn er nog connecties met Boekenberg eigenlijk, of niet meer dan? Ja, Boekenberg zal altijd mijn club blijven, dus de connecties zullen er altijd... Je mag dat zeggen, hè? De club van uw hart, dan moet je uitspreken. Hè? De club van mijn hart, de mensen van mijn hart, dus dat is altijd plezant. Dat is altijd mooi om te horen. Mijn zus speelt trouwens bij Blauw-Wit, toch wel een zusterclub, of hoe moet ik dat zeggen, van Boekenberg? Dat is de zusterclub inderdaad, want Boekenberg probeert iedereen speelgelegenheid te geven. En dat is misschien ook een opstap naar een volgende fase in haar korfbalcarrière, dat weet je nooit niet natuurlijk. Hè. Gerben gaat dan ondertussen vandoor, je ziet, hij is heel, want jij zegt ook dat hij heel graag liep, je ziet ook dat hij het heel snel oppakt. Heel maar snel. Ik vrees dat hem zijn eigen snel zal opbranden.
Als hem niet kan volhouden, is dat chapeau. Maar het begint een klein Ja, je ziet het al. Maar ik denk ja. dat hij wel heel veel wind tegen heeft. Vandaar dat het wat minder af te zwakken. Maar dat komt wel in orde. Ik denk dat hij vooral denkt, hoe rapper ik loop, hoe rapper ik er vanaf ben. Maar een anderhalve minuut blijft natuurlijk een anderhalve minuut. Dat is een hele beproeving. Nogmaals mijn complimenten aan de organisatie hier. Dat ziet er niet aan. Nou, even doorgaan, Gerben. Vooral ook de complimenten aan de nationale ploeg, die hier toch wel aanwezig is geweest en gaat zijn voor de kliniek. Het is natuurlijk voor zo'n iets kleinere club moeilijker om aan grote namen te geraken. En dat jullie die moeite willen doen voor eens langs te komen, daar kan ik ook alleen maar mijn hoedje voor afdoen. De vraag kan altijd gesteld worden. Ik denk dat we altijd bereid zijn om, om zulke dingen een boost te geven. Dat is altijd plezant ook voor ons. Allee, voor de huidige Diamonds. Gerben, die heeft het allemaal goed ontvangen, maar hij heeft ook gehoord dat de bondscoach hier aanwezig zal zijn. Misschien dat hem wordt opgeroepen, wie weet. Maar dan moet hem deze tot volmaken. Nog eventjes volhouden, Gerben. Ik ben benieuwd. Ik denk dat de meesten toch een 15 halen hier. En ik ga je vertellen. Ja, ja, Gerben heeft ook 15. Hij ziet erop. Goed gedaan. Mooi op het gemiddelde. Eens even luisteren naar Gerben. Gerben, wat vond jij van deze coronacube? Tof en vermoeiend. Tof en vermoeiend. Ja. Dat is een goede combinatie, hè? En wat vond je zo vermoeiend? Zijn er proeven dat je extra vermoeiend vond? Alles. Alles? Ja. Geen enkele keer rust gaat eigenlijk? Nee. Oké. Okay. Zijn er proeven dat je denkt van, maar hier heb ik wel uitgeblonken? Misschien dat gooien. In dat, het gooien naar de korf? Ja. Ja, oké. Okay. Dat zal afwachten worden, want dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Persoonlijk was ik wel fan van u in het gooien. Ja, dat mag ik wel zeggen. Denk je dat je in een top gaat eindigen? Top 3 bijvoorbeeld of top 5? Nee. Van de jongens alleen? Nee, ook niet. Ook niet? Nee. Oké. Okay. En wie zou er dan misschien wel eens kunnen winnen, in het algemeen? Milan of zo. De Milan? Ja. Zou er misschien een meisje kans hebben? Ik denk dat hij wel kans maakt. Ja? Oké. Okay. Is deze voor herhaling vatbaar, misschien volgend jaar nog eens? Ja. Maar dan gaan we het anders noemen, hè? Want we hopen natuurlijk dat de corona wel voorbij gaat. Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor het interview. En we zullen zien wat er van geworden is, hè? Ja. Muziek is. Even kijken naar het eindklassement. Van Gerben Vechter. 51,75 punten. We zullen zien waar dat. Maar ik denk met zo'n sterk deelnemersveld dat het misschien wat. Het ligt dan zeker niet aan hem. Hij heeft alles gegeven. Dus toch plaampje voor Gerben, denk ik. Hè? Absoluut, absoluut.